onze maanplaats van deze maand, Hille Litse of Litse Hille, je kunt hem draaien, dus ben het zo dat je dat bekijkt. Ja. Goed, Glenn, dame, Danen met een N. Dus geen dame. Nee, want anders ga je denken dat het familie is van Grat, hè? Dus, maar dat hoor ik vaker. Ja, hè? Maken ze die spelfout vaak dan? Regelmatig, ja? Eigenlijk wel. Ja, eigenlijk bijna overal waar ik kom, op de vaste plekken na dan. Dan kondigen ze me aan, is het Glenn Damen, wat ze dan inderdaad zeggen. Ja? En dan na afloop krijg ik heel vaak de vraag van, goh, ben je familie van Grat Damen? Grat Damen, ja. Ja. En van Henk? Maar ja, bij mij, het scheelt een boogje, zeg ik altijd. Oké. Okay. Ja, goed. Maar ja, dan wordt het ene boogje of het andere boogje. Het kan veel verschil maken. Heel, ja, maar goed, mag je daar wel zo'n gebruik van dan? Dankbaar of wat dan ook? Of, nee, eigenlijk niet. Ik corrigeer het eigenlijk altijd vrijwel meteen. Want als de mensen denken dat ik Glenn Damen heet, kunnen ze me ook niet vinden op Facebook. En ja, dat is dan weer voor de fans vervelend. En die stuurt dat niet door voor God, met er misschien een linkje verkeerd ligt. Een boogje. Nee, dat zal Facebook nooit zeggen. Nee. Je weet nooit. Je weet het nooit. Nee, tegenwoordig kan alles natuurlijk. Maar zover is het inderdaad nog niet. Nee, maar goed, je hebt er ook niet echt in het dagelijks leven last van. Nee, eigenlijk niet. Dat zou kunnen. Nee, ja, het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Als de mensen zelf maar plezier in hebben in de muziek die ik dan zing die middag, dan ben ik al lang tevreden. Nooit contact kunnen leggen met een van de heren dames? Nee. Ja, dat is inderdaad mijn Facebook. Ja. Nee, ik heb nooit eigenlijk contact gehad met Graddame of met Henkdame. Ja, wie weet in de toekomst. Ja, je weet nooit wat het gaat brengen natuurlijk. Ik ben ook van plan om ooit nog een keer een duetsingle uit te brengen. Met Grad? Misschien. Ja, zeg nooit nooit natuurlijk. Dat is het allemaal nog een beetje in de kinderschoenen. En ja, hoe of wat, wanneer, wat voor soort duet dat het gaat worden, dat heb ik zelf eigenlijk ook nog geen idee van. We hebben al de drie J's, hè? Dan kunnen ook de 3D's doen. Ja, dat kan ook. Ja, dus dat kan ook nog. Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Ja. Nee. De muziekindustrie is er gek genoeg voor, hè? Ik wou net zeggen, er is van alles mogelijk vandaag de dag. Ja. Zou je erin trappen als je die aanbieding krijgt van de heren bijvoorbeeld? Ja, het is natuurlijk altijd wel leuk om in gesprek te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Ik kom dan gelijk volmondig ja te zeggen, dat is ook wel gelijk weer zo wat natuurlijk. Ja, om in gesprek te gaan en te kijken wat de mogelijkheden zijn, daar sta ik altijd wel voor. Mm-hmm. Maar ja. er is er nog één, hè, die dame heette. Henry. Ja. Uit Den Bosch. Uit Den Bosch, ja. Die ken ik dan toevallig wel. Die heeft volgens mij ook vroeger altijd op de kermis rondgerezen met de poffertjes gaan. En ja, daar ken ik hem van. Mm-hmm. Ja, en om daar misschien een duet mee te maken, zeg nooit nooit natuurlijk. Want hij is wel een beetje in rust, zo nu en dan. Nou, een beetje veel. Maar hij laat toch, of zo noemen we dat, wat was ooit wat van zijn horen, hè? Ja, precies. Hij is nog niet helemaal van de aardbodem verdwenen. En dat moet ook niet. Nee, daarom. Want rust roest, hè? Ja, daarom. Nee, je moet af en toe een beetje in beweging blijven. Ja, en je laat horen natuurlijk, hè, over dingen waar je kwijt wil. Ja, ja. Ook dat. Nou. Ja. Zeg, Glenn, je bent begonnen dus 11 jaar geleden. Klopt. Wanneer ben je echt begonnen met serieus platen maken dan? Daar zit toch wel een periode tussen. Ja, dat is eigenlijk 11 jaar geleden. Dat was op mijn 13e. Toen kwam De Allerliefste uit. En eigenlijk vanaf mijn 8e ben ik eigenlijk met de muziek bezig geweest. Uh-huh. Net wat ik zeg, vanaf de 13e is dus echt mijn eerste single uitgekomen. En ja, vanaf toen hebben we het eigenlijk volledig opgepakt. Hoe gaat dat dan, zo'n eerste single maken? Want je bent een klein broekie. Ja, dat klopt. Helemaal, van niks bewust. Nee. En dan sta je daar. Ja, nee, het initiatief kwam eigenlijk vanuit mijn vader. Die zei van, goh, zullen we eens een keertje kijken om een single op te nemen. En dan raak je in gesprek met iemand die het arrangement maakt, iemand die de tekst schrijft. Want die is dus wel geschreven speciaal voor mij. En daarna hebben we het opgenomen in de Studio 69 van Laurens van Wessel. Die zit op de Zeg. Ja. Dan beland je eigenlijk in de rollercoaster. Want ja, alles is eigenlijk nieuw voor je. Is wel heel spannend, aan de andere kant ook wel heel leuk. En ja, ook op die single zijn toen heel veel reacties gekomen. En die heeft het altijd goed gedaan. Was je niet bijzonder zenuwachtig dan, zo voor de eerste keer? Of denk je, God, dat zal hem wel? Nee, inderdaad. De eerste keer is natuurlijk allemaal wel spannend. Ja, echt zenuwachtig durf ik het ook weer niet te noemen. Ik heb altijd zoiets van, ik laat het op me afkomen en ik zie wel waar ik terecht kom. En ja, dat is tot heden toe altijd goed gegaan. Want dan ben je in één keer de bekendste knul van Roosendaal, hè? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja.
Nee, ik ben inderdaad in Roos ook wel een graag geziene gast op feesten, partijen, evenementen, kroegen, ja, noem het maar op eigenlijk. Vriendjes genoeg dan, op dat moment? Ja, op dat moment wel. Ja, en buiten het singelom ook natuurlijk. Ja, als elke kroeg je binnenkomt, dan krijg je natuurlijk de versnaperingen toegeschoven. Dat nog net niet. Nee? Soms wel, soms niet. Hangt er natuurlijk vanaf wat je komt doen. Kijk, soms als er een muziekmiddag is en ik kom binnenkijken, ja, dan gebeurt het weer wel. Maar ja, ben je zelf op stap, gebeurt het de ene keer wel, de andere keer niet. Dat is ook maar weer net waar je belandt en op wat voor moment natuurlijk. Ik denk dat wij best wel iets gevonden hebben uit jouw historie. Ik heb het gevonden al. Heb jij het gevonden? Ja. Gooi jij toch. Weer geluk. Hou je vast. Hou je vast. Vertel. Dat is hem.